Ah, ma, mag ik alstublieft hier naar een tv komen kijken? Thuis moet ik weer stil zijn. Mark, dat zal niet gaan, want de zekering van de living is gesprongen. Oei. Oh, dat heb ik direct hersteld. Jij blijft met je pollen van die zekeringkast, anders plakt je er nog aan. Ma, mijn pollen zijn wel proper, hè? Nee, Markske, ik doe het zelf wel. Oeh, amai. Oh, dat mag dus wel niet, hè? Daar komen zeker vodden van. Oscar deed dat vroeger ook en dat marcheerde altijd. Wazie. Oscar? Ja. Ah. Ah, voilà, zie. Dat had een stierman niet beter gekund. Ah, dank u, ma. Allee. Oei. Mama, ruk. Ja, ik had u verwittigd, hè. Daar komen vodden van. Ik moet hier ook altijd alles alleen doen, hè. Een normale mens heeft een man in huis voor dat soort klussen. Oeh, ik wilde u toch helpen? Een man, Mark. Oh, ik ben het beu om hier altijd alles alleen te moeten doen. Ma, je hebt toch de Maurice? Vraag aan hem om hier te komen wonen. Je hebt elkaar toch graag? Ja, Mark. Maar hoe breng ik Maurice dat aan zijn verstand? Soms is het precies of hij wil niet snappen dat ik hem graag heb. Ah. Je moet hem dat duidelijk maken zoals ik dat vroeger bij Beacon heb gedaan. Nee, Markske. Zoveel accidenten wil ik niet tegenkomen. Ik zou eens met hem alleen moeten kunnen zijn, maar hier kan ik dat niet, hè. Nee, hier komt altijd wel een of ander ambetanterik binnenvallen. Ja. Ja. En naar hem thuis moet ik ook niet gaan, want daar is zijn moeder altijd in de buurt. Dan moet je ergens naartoe gaan waar je wel alleen bent. Ja, maar waar naartoe? Ja. De woestijn? Of het regenwoud? Of de maan? Maar doe je onnozel. Ja, dat is onnozel. Of de bergen? De bergen? Dardenne? Ja? Ja, dat is het. Samen met Maurice een weekend naar Dardenne. Mark, dat is geen slecht gedacht. Goed gevonden, hè, ma? En misschien kunnen we meegaan. Met heel de ploeg. Amai, zeg, dat is haar school. Zeg, waar is dat? Kaatje, het staat erop. Andalusië. Oh. Is dat een land? Ik ken dat alleen van de saus. Andalusië, dat ligt in Spanje. En waar ligt Tartaar dan? Ja, zeg, Hela. Zeg, Pascal, en wie zit er ginder? Ah, ons Madeleine. Dat is nu al het derde kaartje dat ik krijg van ginder. Oh, het zijn altijd dezelfde die geluk hebben. Mag Doortje, maar dat is toch niets voor ons? Oh, ik weet niet. Zo 14 dagen in de zon zit, ik zou dat toch wel eens willen doen. Ja, hey, weet je wat dat kost? Zeg, ja, maar in de schoolvakanties wel, dan betaalt je nog eens het dubbele. Zo. Ja, hey, gemakkelijk, hè? Oh. Ja, zeg, dat is daar heel schoon, hè? Zou dat niks voor u zijn, madame Pascal? Oh, he? Graag. Gaat jij het betalen? Weet jij wat dat kost, zeg? Hey, ik weet het. Oh, als Carmen was, zou het al weg geweest zijn. Ja. Bij mij? Oh, ik heb wel geen tijd om op reis te gaan, hè? Nee? Jij hebt toch niks anders te doen? Oh, hela, hela. Binnenkort, hè, word ik filmster. Oh. Waar hebben we dan nog gehoord? Ja, maar deze keer, hè, is het echt. Ja. Gevraagd actrice met maturiteit. Oh, ja. Fantasierijk, puur en ongeremd. Voor hoofdrol. Hier. Ervaring vereist. Ja. Oh, gaat jij dat doen? Ja, natuurlijk. Ik heb al gebeld, hè, en ik mag een test komen doen. Oh, jij hebt toch geen ervaring? Oh, leuk bolleke. Ik speel al veel... Al 30 jaar mee in de film van mijn leven, hè? Ja. En dat is een thriller. Grapje, hè, Sjoeke, grapje, hè? Ja, het is meer een klucht. Pascalke, alles is gefixt. Je kunt weer tv zien. Wat? Het is niet waar, hè? Hebben die stilbederver nu weer laten komen? Dan is het tenminste hersteld, Fernand. En goed hersteld. Ik zeg altijd, als het werk maar half gedaan is, dan is het niet af. Wat wil je daarmee zeggen, hè? Ik geef u aan voor zwart werk. Dat zal niet gaan, Fernand, want ik doe het gratis. Voor gratis? Dat is nog erger, hè? Pascalke, ik neem mijn spulletjes bij elkaar, ik ben weg, hè. Maurice.
Heb jij een momentje? Natuurlijk, Pascalleke. Wel, wat zou jij ervan zeggen als wij samen eens een weekend weg zouden gaan? Zo, wij tweekes. Een hele weekend? Ja, ja. Naar de Ardennen of zo. Ja, Spanje, dat is een beetje ver voor een weekend. Graag, Pascalleke. Ik zou het heel graag doen. Maar ik zit met het vissen, hè. Dan gaan we buiten het seizoen. Ja, ja, maar dat is nog niet alles. Eigenlijk ben ik niet zo zot van wild. Oh, dan eten we gewoon vis. Ja. Hè? En ik spreek heel slecht Frans. Oh, maar daar spreken ze veel beter Vlaams dan aan de kust bij ons. Plus, als ik wegga, dan heb ik meestal last van... kan ik moeilijk naar de koor gaan. Dan pakken we toch gewoon een pilletje. Ja. Of wilt jij misschien niet met mij? Jawel, 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 maar... om eerlijk te zijn, ik vrees dat ik mijn moeder niet zo lang alleen kan laten. Pak daar dan mee, hè? Fernand, aan u van toch. Man, man, man. Nee, mijn moeder meenemen, dat gaat toch niet? Nee, nee, liefst niet. Nee, nee, dat gaat niet. Met die rolstoel in de bergen. Dan staat dat ze niet meer. Ah, op die manier. Voilà, wat kom jij hier doen? Ik ben juist bezig aan mijn avontuur. Amai, zeg, en daar is werk aan, hè? Allee, kom, ik heb geen tijd voor flauwekul. Ja, ik ook niet, meneer Boma. Time is money in the business. Jij noemt die vlooie winkel van u toch geen business, zeker? Zeg, zeg, dat doe zeer zo, om dat van een geestesverwant te moeten horen. Ik kom uw zakenvoorstel doen, hè? Jij, gaat je mij een stok oude sausissen kopen? Oh, ja, daar heb ik geen plaats voor, zo, meneer Boma. Nee, nee, het gaat over Maurice. Daar spreek ik mij daar niet over, hè? Wacht, wacht, wacht. Ik weet hoe we hem hier kunnen wegkrijgen. Ah ja? Al is het u. Boma. Ja? Ik heb gehoord dat Pascal op reis wil gaan. Ja? Als jij haar nu een keer zou willen meenemen op reis. Ja. En dan? En dan? Wel, dan moet jij ervoor zorgen dat ze zo goed in de watten ligt dat Maurice haar niet meer terug wilt. Hey, vandaag, ik heb Pascal niet, die is nooit content, zeg. Oh, op reis is dat anders, meneer Boma. Oh, op reis zijn de vrouwen toch veel... toegeeflijker. Ja, huh? Die zal niet willen meegaan, joh. Ze wil bij mij nog niet meegaan naar de muzikaal. Nee, en als jij haar nu eens zegt dat je naar Spanje moet. Naar Spanje, zover. Waarom niet naar Chacabaca? Ja, maar dat is juist het plan, hè. Want in Spanje, daar maken ze toch chorizo? Chorizo? Wat is dat? Oh, zeg, zijn jij een sausissenmarchant? Chorizo, dat is toch van die speciale, straffe Spaanse sausies? Chorizo? Jawel, jawel. En je maakt daar wijs dat je daar op prospectie moet, hè? Ja, maar ik spreek geen woord Spaans. Maar een Spanjool? Allee, dat is nu toch niet moeilijk, hè, mama? Allee, dat kan het kleinste kind. Ja, ik ben het kleinste kind niet, hè? Allee, maar Spaans, dat komt toch van het Vlaams? Van in de tijd van de Inquisitie? Ja? Ja, natuurlijk, hè. Allee, paella. Ja. Je weet toch wat dat is? Ja, want die gele rijst met kiek en mosselen. Hè? Voilà. Je weet goed dat ze dat in Spanje noemen? Nee. Ik zeg het u toch, ik spreek geen woord Spaans. Maar iets Spaans, is dat juist hetzelfde? Paella. Ja, hè. Ja, dat is met veel dingen zo, hè. Allee, sangria. Pina colada. Ja. Tequila. Tequila. Porto. Flamenco. Dat zeg het zelf. Flamenco, dat is nu toch Vlaams, hè? Ja, ja, flamenco, ja, dat is Vlaams, ja. Dus, huh? Dus dat is Spaans gelijk Vlaams. Ik zeg het toch. En als je... ja, maar dan spreek ik al jaren Spaans zonder dat ik het wist. Maar natuurlijk, dat... en als je het nu echt niet zou weten, hè, dan zit er dan gewoon een O achter. Allee. Hier, telefoon. Ja. Telefoon O. Hallo? Bureau. Bureau O. Hè? Hier zit het. Peno? Nee, hè. Stilo. Hè? Ja, stilo. Ja, dus je dan altijd een fax. Vaak zo. Content. Allee. Contento. Zie je dat? Dan verstaan ze dat natuurlijk. Hè? Dus Spaans is gelijk Vlaams, maar ben je er ook van achter? Maar ik zeg het toch. Ja. Allee, allee.
Fabiola. Ja. Hè? Die kan toch goed Vlaams? Ja. En wel, dat is een Spaanse. Ja. Maar Paola juist niet, hè? Allee, maar wel een schoonvrouw, hè? Ja, maar dat is een Italiaanse. Ah ja, nu dat het zegt. Allee, dat is een goed gedacht, Fernand. Wij gedacht, ik ga naar Spanje. Olé! Ah, nee, bon, maar... Oléo, hè? Oléo? Ah ja, natuurlijk. Olé, 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 olé. Oh. Oh, zeg, amai, ze Pascalke. Naar Spanje, daar zou ik geen twee keer moeten over nadenken. Ik ook niet. Ik ga niet mee. Huh? Pascalke, zo'n propositie kun je toch niet refuseren, hè? Ja, wel, dat doet ze wel. Uw haring braadt niet meer bij ons, maar. Ja, nee, voorzitter. Ze heeft een andere vis gevangen. Nee, ik heb het u al dikwijls gezegd. Je moet u niet zo door uw dochter laten domineren. Balthazar, ik ga niet mee. Ik zie het al gebeuren. Je zult uw handen weer niet kunnen thuishouden. Ja, wel. Hey, dat is beloofd. Ja, ik moet naar Spanje voor mijn saucisse. Voilà. Ja. Zie je wel? Hey, profiteurs. Nee, ik ga zo van die Spaanse pikante saucisse produceren. Chorizo, maar dat kende jij niet, hè? En daarvoor moet ik naar Spanje. Ja, en dat kunt je niet alleen. Nee. Bieke. Als zo'n charmante, stijlvolle madame gelijk uw mama meegaat, hè? Dan opent dat voor mij veel meer deuren. Merci, Balthazar. Maar laat u niet doen, hè. Niet laten doen, hè, Pascalke. Zeg, wat zou Maurice daarover denken? Ja. Die is al stiek jaloers, hè. Voilà. Maurice, die gaat jij toch niet helemaal alleen achterlaten? Maurice. Balthazar, ik ga mee. Maar dat meen je niet, hè. Bikke, wat bellen te qua, hè. Je zult het u niet beklagen, Pascalke. Ja. Ik ga direct reserveren. Benidorm, here we come. Ik wil niet mee naar Benidorm. Ah. Ik wil naar Andalusië. Dus niet naar Spanje. Voorzitter, Andalusië ligt in Spanje, ja. Maar dat weet ik niet. Ja, daar is Tartaar. Balthazar, het is Andalusië of niks. Ja, ja. Andalusië dan maar, hè. Ja. Voilà. Ze zullen daar ook wel chorizo hebben, zeker. Ja. Maar ik snap het niet meer, hè. Kineke, als je later groot bent, dan zult je dat allemaal wel begrijpen. Ja. Paul. Ik wil ook op reis. Ja, Doortje dan. Die vrouwen brengen elkaar op slechte gedachten. Ik heb geluk dat Carmen met haar carrière bezig is. Hè. Dan zaagt ze hier tenminste niet over. Ah, is Carmen naar haar auditie, Xavier? Ja, ja. Dat kan ik, hè. Ik ga reserveren, hè. Olé, yo! Maar dat is toch niet te geloven, hè? Dat... Bieke, gaat je nu ophouden? Nee, deze keer niet, nee. Ik laat u niet vertrekken. Bea, mond dicht en luisteren. Hier. Ik ga mee omdat ik Maurice jaloers wil maken. Hoe? Als ik met Balthazar op reis ga, dan zal Maurice mij misschien missen en uiteindelijk beseffen dat hij mij nodig heeft. Ja. Ja. En dat heb jij helemaal in je eentje bedacht? Zeg, jij bent niet de enige met goede ideeën, hè? Of vind je het geen goed idee? Maar jawel, ik vind het een fantastisch idee. Kom hier, gij. Oh. Zeg maar, zorg dat u me daar niet te veel aan beteert, hè? Daar moet u geen zorgen over maken. Ik ga gewoon genieten van Andalusië. Voilà. Neem het er maar een keer goed van, hè? Lekker eten en drinken, nieuw kleedje kopen. Ja. Souvenirke voor mij, hè? Ja. La boma maar dokken, hè? Die heeft toch genoeg geld. Eindelijk zeg maar wat er is. Beste vriendinnen. Ik word filmster. Oh, jij? Ja, ik heb de rol gekregen. Oh, my. Hoe heb je dat gedaan? Ja, Doortje, ik heb al mijn kwaliteiten laten zien, hè? Daar kun je niet naast kijken. Maar als je wilt, zal ik eens vragen of dat ze voor u ook geen rolletje hebben. Hm? Ja? Denk je dat ik dat zou kunnen? Natuurlijk. Als ze het leven van moeder Teresa gaan verfilmen. Oh, ja.
Nee, die vrouwen, dat is toch altijd. Hai, 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 hai. Ah, enfin. Ah, wel, Trezebeest. Ja, Balthazar, die kan niet vliegen, ja, maar die vlieger kan wel vliegen, dat die wacht niet, hè. Allee, kom. Ela, Ela, in mijn bagage. Ik heb het al bij. Balthazar, dat daar. Bijga, daar. Ja, Kat, nog een dag schoteltje. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ja, je gelooft me niet. Pol, Pol, dat is toch waar, hè? Dingen, Boma en Pascal, die zijn toch naar Spanje, hè? Ja, ja. Ja, Maurice, het is niet te geloven, maar Fernand spreekt voor één keer de waarheid. Allee, wie had dat nu gedacht? Ja, je bent daar kwijt. Mijn gedacht. Allee. Fernand, zijn jij niet beschaamd? Doortje, ik zeg altijd, als het plezant is, dan moet het daarmee lachen. Kaat, nog een orangeat. Ja, Maurice, je ziet, het is beter dat je hier niet meer komt, hè, want het is weer goed als, hè, tussen Pascal en Boma. Omdat ze samen op reis zijn, dat wil nog niks zeggen. Nee, allee, waarom zou ze anders met je meegaan, zeg? Want zo is Pascal niet, hè. Hela, ik dacht dat jij haar zo goed kende. Kaatje, doe maar een dubbele. Oh. Zeg, hier. Wat is er, Xavier? Hier. Grote dorst, hè? Altijd, hè, Paul. Ja. Nee, maar Dingske kan nog niet zo rap tappen als Pascal. Ja. En, ik heb aangeboden om al de slecht getapte pinten te drinken. Ja, voilà, voilà. Oh, nee, de profiteur. Nee, 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 nee. Ik offer mij op. Hier zie ik zo. Hallo. Ja, je mocht uw vent ook eens wat manieren leren, hè? Oh, zeg. Marilyn Monroe was 2 druppels water, hè? Maar ja, dat is waar. Marilyn Monroe die had ook een maatje 48. Oeh. Ja, lach maar. Maar wacht tot ik beroemd ben, hè? Dan moet je ook niet afkomen, hè? En dan kun je achter je rolken, hè? Fluiten. Kaatje, geef mij eens een rode porto, alsjeblieft. Zou je niet beter een witte porto nemen? Dan zie je dat zo niet als je zou morsen op je kleed. Balthazar, wilt jij hier niet zitten? Of durf je niet aan het raam? Durf ik dat wel, maar dat interesseert mij niet. Zet je bang? Nee, ik ben niet bang. Wat is er? Wat is niks? Ik dacht dat mijn kous kapot was. Onze lares. Zeg, maar jij zit hier zo gespannen. Zet je mottig? Ja, ik ben mottig van de surplus die ik heb moeten betalen voor uw bagage. 350 euro, mijn gedacht. Zeg, je wilt toch dat ik er goed uitzie? En daarbij. Heb je dat niet over voor mij? Waarschijnlijk, ik heb dat natuurlijk over voor u. Hier, ze liefje. Men probeert maar een beetje te slapen, dat helpt. Bedankt, mevrouw. Dat is graag gedaan, als er iets is. Dat heb ik te maken. Oh ja, bedankt. Juffrouw, ja? Kunt u mij een kopje champagne brengen, alstublieft? Zeker, mevrouw. Meneer, u ook? Nee, merci. Ik drink niet. Als ik vlieg. Dat is haar oude manieren. Dat is niks, dat is wat je bent. Het is niks, je moet niet bang zijn. Mevrouw, alsjeblieft. Dank u wel. Het is dan 8 euro, alsjeblieft. Balthazar. Allee? 8 euro. Is dat niet in de prijs? Niet begrepen? Champagne niet, meneer. 8 euro. Jawel. Heb je dat niet over voor mij? Het is de eerste keer dat ze vliegt. Oh, dan zullen we haar eens extra verdienen. Madame, het is ook de eerste keer dat ik vlieg.
zaak. Wij zitten hier precies midden in de broes. Señora, yo cojo un atajo. Wat zegt hem? Balthazar, je gaat niet toch stoppen met bokken, hè? Je hebt nu toch je vliegtuigje. De dónde es usted, señora? Un momento, momento, señor. Zal ik iets maar zeggen? Die spreekt precies geen Spaans, hoor. Ah, hij vraagt van waar we komen. België. Ah, Belga. No, België. Gisela, Ana Kempis, muy bien. Yo soy de Ronda. Wat zegt hij? Ah, wel, als je Brussel Mannekepis gezien hebt, dan zet je rond, zegt hij. Por favor, señor, habla español. Por supuesto, señora. Kom, laat mij dat een keer doen hier. Señor, ¿hablo geo español? Español, sí, sí. Nací en Córdoba. Hola. Yo soy Pascal. Mi nombre es Ramón. Ik zie Pascal daar, de Spaanse ezel. Dago, ezelo. Ja, ja, ezelo. No, señor, no. Burro, burro. Boer, zegt hem tegen mij. Zal gaan of zeker ook? Dat is daar oude manieren. Perdone, señor, perdone. Déjelo, señora. Houd u nu kalm, hè. Donde hay una buena restaurante por aquí? ¿Un restaurante de categoría o una cosa más económica? ¿Les apetece un menú o quieren tapas? Ah, tapas, sí, sí, tapas. Tap, 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 tap. Fredo Bastero. No, por favor, no, 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 no. Harto estoy, de verdad. Oh, ezelo. Mark. Mark. Wij doen een keer open, is daar. Ja, Bieke. Kon je me nu niet een kwartiertje laten komen? Nu mis ik weer mijn programma. Nee, Mark, dat kon niet. Hij moet op tijd thuis zijn voor zijn moeder. Ah, zeg maar eens. Amai, jij ziet er slecht uit. Mis je ons maal? Een orangeade? Nee, Bieke, bedankt. Ik kan niet lang blijven. Ons moeder moet binnen een kwartier haar infuus krijgen. Wat nootjes? Nee, dank je, Bieke. Ja, dank je, Bieke. En magisch niet in orde. Ja, natuurlijk. Dat komt omdat je ons ma mist. Nee, nee, Mark heeft gelijk, Bieke. Ik mis Pascalke. Ja, en wat gaat je daaraan doen? Wat kan ik eraan doen? Ik zeg altijd, als iets weg is, dan is het er niet meer. Geef jij zo vlug op? Fernand heeft gezegd dat het weer dik aan is tussen uw ma en Boma. Ja, als jij Fernand gelooft... Ik kan daar toch moeilijk achterna gaan aan Spanje? Maar nee, dat gaat niet. Want wat moet je dan met je moeder doen? Voilà, dat is het. Ja, Maurice, dan zult je er bij moeten neerleggen, hè? Dat jij hier zit, hè? Terwijl ons ma in de zon zit, lekker eet, sangria drinkt. Ja, en dat allemaal met meneer Boma. Raak. Maar je ziet er al wel een heel stuk beter uit. Gracias. De nada. Tiro para adelante con ella, ¿no? Allé, Balthazar, haast u wat. Straks krijgen we geen eten meer. Ga beter uw valise laten dragen door de ezel. Wel? Ik ben weer slachtoffer van mijn goedheid, hè? Nee, Balthazar. Het is uw schuld dat we uit die taxi gezet zijn. Ik ben kapot.
En die taxi ook. Je wilt toch niet dat ik blaren op mijn voeten krijg? Hè? Of heb je dat niet over voor mij? Hm? Ja, Pascalke. Ah. Allee, kom. Nou, Vela Kostermans. Als je nog een keer zo goed gedacht hebt. Echt. Pascalke, Pascalke. Wat doet je mij aan? Moriske, ben jij nu nog altijd beneden, mijn jongen? Ja, mama. Maar zou je dan niet naar je bedje gaan, jongen? Kom het er morgen vroeg uit? Ja, ik kom eens even slapen, mama. Balthazar, je bent precies slecht gezien. Ik vind toch dat we één kamer hadden moeten nemen. Vergeet het, ik slaap niet bij u. Dat is veel goedkoper geweest. Begint je weer? Ik wil een kamer voor mij alleen. Of heb je dat niet over voor mij? Je weet dat ik naar geen euro kijk, Pascal. En wel, zet dan een ander gezicht op. We moeten. Vannacht geen oog dicht gedaan. Veel te heet op mijn kamer. Waarom heb je dan de airconditioning niet opgezet? De airconditioning? Die schakelaar naast het licht. Met dat thermometerke. Ik dacht dat dat een chauffage was. In Spanje. Voor in de winter, Pascal. Precies een beetje stijf. Ja, ja, dat zal wel. Zeg, je bent hier wel met mij, hè? Of ben ik geen goed gezelschap misschien? Nee. Wat zeg ik nu? Nee. En ik bedoel, ja. Ah. Moet dat niet zelf doen? Dat is een van de charmes van een vakantie in de zon. Moet u toch laten insmeren. En wel, Balthazar, dat is een heel goed idee. Ik zal mijn duw pakken. Signor. Podría? Por favor? Sí, signore. Balthazar, als die jongen gedaan heeft, geef hem dan maar een goeie fooi. Wat heb je gedacht? Oh. Oh. Ik wist niet dat we zo hard zijn. Sorry, Sjoeke, maar dat krijg ik niet binnen. Ja, Xavier, ik kan daar niks aan doen. Ik was bezig met mijn tekst te leren, hè. Hé, hé, hé. Ik wist niet dat je zo hard kon zijn. Kende dat één zinnetje nu nog niet van buiten? Jawel, maar ik wil het goed doen vanavond, hè. Ik ben een perfectionist. Ja, dat zie ik. Hé, hé, hé. Ik wist niet dat je zo hard kon zijn. Balthazar, ik wil hier weg. Wat kan ik je zeggen, hé? Je kunt niet zeggen dat je in Spanje op vakantie bent geweest zonder te kijken naar een stierengevecht. Ik kan daar niet tegen. Dat is veel te vreed. Stierengevecht, dat is voor de Spanjaarden, maar dat voor ons voetbal is. Kom. Ja, 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 ja. Maar hier verliest de stier altijd, hè? Jawel, bij ons de kampioenen. Die verliezen ook altijd. Dat versta ik nu niet, hè. Dat jij daar nog kunt bij lachen ook. Ik kan daar echt niet tegen, hè. Jij wel? Ze noemen ons niet voor niks het sterke geslacht, hè. Je ziet dat nu.
steken dat beest met spiezen in zijn rug. Hey, wat is dat? Een sabel? Dat... Gaan ze dat beest nu ook nog met een sabel steken? En dat bloedt al zo erg. Al dat bloed. Wat? Het sterke geslacht, mijn boel. We zien ons Mariske niet weer, hè? We zijn er vanaf. Ja, Kaat, ik sta wel droog, hè? Dan gaan we daar direct eens iets aan doen, hè, Xavier? Ah. Zo bedoel ik het niet, hè, Kaat? Wacht, Kaat. Ik zal het niet in vat steken. Vanaf nu is er nou weer de klusjesman. Wacht. Klusjesman. Bieke, heb je nog nieuws van uw ma? Nee, maar het zal wel in orde zijn, zeker. Maar je zit er gerust in. Ah ja, meneer Boma is er toch bij? Dat zou mij pas ongerust maken. Ja. Carmen, zeg, je bent zo stil. Ja, ze is zenuwachtig. Ja, ik moet filmen vanavond, hè. Ja, maar Carmen, dat is toch echt niet zo moeilijk. Dat loopt vanzelf, hoor, want ik heb ook al gefigureerd, hè. Gefigureerd? Excuseer. Dit is wel een hoofdrol, hè. Oh. Ja, met een volledige zin, hè. Hey. Xavier, je moet dat wel kunnen spelen. Ene zin. Ja. Dat is wel wat weinig voor een hoofdrol, hè, Carmen. Ja, als je mij niet gelooft, kom dan zien, hè. Oh, dat is niet nodig, hè, Sjoke. Twijfelde jij ook al aan mijn woorden? Oh. Ah, wel, dat is goed. Je komt allemaal mee vanavond. En je zult wel zien. Oh, dat gaat een verrassing zijn, ze. Oh, ongelovige Thomas. Ja, Doortje. Ja? Ik heb ook een verrassing voor u, hè. Oh, wij gaan op reis, zeker. Ja, hè? Oh, echt waar? Ah, ja, hier, ik heb de ticketten op zak. Maar, zeg, waar gaan we naartoe? Oh. Jij zegt altijd dat je zo van Afrika houdt, hè? Ja, wauw! Afrika! We gaan Afrika! Waar in Afrika? Ja. Met een trein. Ja, Doortje. Dit is dus voor een volledige mini-dagtrip van de spoorwegen, ja, naar het Museum van Afrika. Pata Negra, dat is lekker. Dat mag ook wel, hè. Als je weet wat dat kost. Balthazar, dat is hier een exclusief restaurant. En trouwens, Pata Negra, dat is het best van het beste. Dat heeft mijn portemonnee ondertussen al ondervonden. Ja. Eén garnaal, dat kost hier meer dan bij ons een heel tomaat crevet. Of vind je mij het beste van het beste niet? Jullie gaan het kalle gaan. Dat die jodelaar zo'n hele avond janken. Balthazar, dat is de beste flamenco van de streek. Zijn moeder is dood, zeker? Hela. Hela. Uwe moeder, oh, dodo. Balthazar, houd uw manieren. Allee, je gaat nu toch niet weglopen voor zo'n bagatel? Ik ga mijn neus poeken. En ik zeg het maar één keer, gedraag u of ik ben weg. Hé, el bandido, van mijn puro. Kent u dat ook? Je teen en tanden. Oh, amai, zie. Carmen, dat is echt professioneel. Ja, maar je wilde mij niet geloven, hè? Amai, zeg, madame Carmen, zeg, jij ziet er stralend naar. Carmen, heb jij nu al eens gevraagd voor een rolletje voor mij? Ja, Doortje, ik zal straks wel een goed woordje voor u doen. Carmen was het zeker. Ja.
Zeg, heb jij je fanclub meegebracht of wat? Ik ben haar man. Ja. We gaan eraan beginnen, hè? Ja, Freddy. Dat is Freddy Bilbo. Dat schijnt een heel bekende regisseur te zijn. Vliegen we er dan in? Ja, Freddy. Oké. Okay. Maar Freddy, is mijn kostuum nog niet toegekomen? Uw kostuum? Ja. Altijd even grappig, hè, die Carmen. Daarvoor hebben we haar gekozen, omdat ze zo grappig is, hè? Ja. Allee, kom, meisje. Allee, kom. Bon. Ah, oh, Freddy, zeg jij. Ik ben de kant, wachtig even zo. Maar wat is dat hier? Zeg, dat is een pornofilm. Zeg, nee, dat is Zorro. Dat is toch duidelijk gezegd, hè? Nee, dat ik puur was. Maar niet dat ik in mijn puren moest spelen, hè? Oh, mislukte Zorro. Eerst, kom, we zijn hier weg. Freddy, dan kan ik mijn kinderen nog oppikken op school. Dan word ik tot de motor. Buenas noches, señorita. Llaves 403, por favor. Ahí tiene usted, señora. Gracias. Hola, buenas noches. ¿En qué habitación está el señor de Prater? En la 416. Muchas gracias. Excuse me, señorita. Is Mr. De Prater hier? Mr. Maurice De Prater. Sí, señora. Maurice De Prater. Sí. Room 416. Room 416. Gracias, señorita. Gracias. Oscar! Hold still. Jongen, zijn jullie kwaad? Omdat ik daar de flamingo staat te dansen. Balthazar, ik heb u niks meer te zeggen. Ik val altijd in affronten met u. Huh? En allemaal moest met mij lachen? Ik kan daar niet meer mee lachen. Pascalke. Maurice. Maurice, wat doe jij hier? Mag ik binnenkomen? Ja, natuurlijk. Pascalke. Maurice, jij hier? Ja, ik kon u niet missen, Pascalke. Oh, dat is lief. Zijn jij speciaal naar hier gekomen voor mij? Oh, maar dat is heel lief. Eindelijk alleen. Mariske, is er iets? Nee, mama, het is niks. Ja, ik kon mijn moeder toch niet alleen achter.